Deze nieuwsuitzending. Je komt uit een. gelukkig hart. Hé, hé. Dus niet van opwinding. Niet van verdriet. Niet van opstandigheid. He, alleen maar blij. Ik wil niet klagen over die tijd dat het minder was. Want als ik terugkijk op die tijd. waarvan andere mensen zeggen. nou, toen ging het echt niet zo goed met je. He. En ik denk nou, dat was ook een leuke tijd. Het zag er een beetje gek uit, maar. Ja. Van mij uitgezien. Iedereen zit, die denkt dat hij naar Perry kan kijken. Maar dat, is, dat vind ik zelfs al moeilijk. Ik... Snap je wie ik ben? <laughs> ik zit dus in de binnenkant van mijn lichaam. Door mijn lichaam. Er zit ook nog een bril bovenop. Iedereen denkt dat ik door een bril kijk. Nee, ik kijk door mijn lichaam heen. En je lichaam kan je lelijk voor de gek houden. En dat is het hart, hè? en mijn hart is nu, wel zo binnen: okidoki. Nou, dan doen we het toch zo. Echt, alles gaat goed. Het is. Prettig. Ik heb in mijn vriezer heb ik een halve liter fond liggen. En een fond dat weet dan weer geen hond hoe dat moet. Maar dat is niets meer dan bottenkookie. Vroeger was dat vrij normaal. Tegenwoordig maken we van die botten alleen maar kipnuggets. Of zoiets. Ja. Nou, botten, die kan je dus kopen. Hier kan in Arnhem koop ik ze om de hoek. Ah, om de hoek. Hoop Klein stukje lopen. Twee en een halve euro... voor een boodschappentasje. Zeg maar zo het, het kon niet in zo'n Turkentasje. Die ze bij de, bij de Aziaten allemaal hebben. Die Turkentassi. Zo'n dunne plastic. Daar, daar ging het niet in. Had ik het er wel drie, vier moeten hebben of zo. Een berg botten, Ja, heb ik gekookt. Allemaal kruiden erbij. En dan kruiden van Wim zelf. Zijn laurier. Zijn rozemarijn. En dan van mijn kant uh, een Thais basilicum. Was een anijsmaak. Dus, uh, nou, dacht ik, moet er ook bij kunnen en wat heb ik meegedaan. Ik had nog een kraat. Het dus geen gewone basilicum, dat vond ik niet passen. Maar het Thaise basilicum is anders. Hè? Oh ja, een dragon. Ik denk, wat kan het maar batsen? Het is een beetje zoetig. Hè? En alles lekker laten koken. Dus ik heb een gasrekening deze maand. Dat is wel leuk, dan kan ik ook zien zo dadelijk wat die hele kookpartij mij gekost heeft. Dat is geen geintje. Ik denk dat dat duurder was dan die botten. Ja, het zijn zo van die dingetjes. Ja, ik verbruik zo weinig gas. Ja, kom op een kistje fond koken, man. Ja. En dan de hele woning ruiken naar die fond. Oh, oh, oh. En daar heb ik ook alvast soep van gemaakt. Dan moet je hem aanlengen. Dan doe je er een bak water bij, opwarmen. En ja, je kan er zout in doen. Er zit helemaal geen zout in. En het is voor de rest een heldere vond. Dan is, er, hij is gefilterd. Dus geen meuk erin. En van die meuk, die heb ik dus, daar heb ik soep van gemaakt. En daar hou je nog steeds meuk over. En die ligt in de composthoop. <laughs> Hoppakee, rotten met die handel. Mijn afval is ook bijna niks. Ja, dat is stomme dingen. Allemaal dosies en plastic meuk. waarin verpakte zooi wordt afgeleverd. Maar ander afval heb ik niet. Ik kan niet weten wat. Nou, dan, dan leef je toch prettig. En ik heb in de titel, ik zal me alvast uh, ja, gewoon gaan verklappen. Er is van alles ingezet. Dit ding heb je klikbeet. Nee, dat noemen we Klik-aas. Klik-aas. Niet klikbeet, -aas. -aas. maar klik-aas. Mensen die denken, waar gaat het over? Nou, het gaat over. Dat ik me zo lekker voel. En dat iedereen het volgens mij kan. Het enige probleem is, wij lopen ongelooflijk ingewikkeld te doen over zaken die wij niet in de hand hebben. Heb je? Nog een keer? Wij lopen heel ingewikkeld te doen over zaken. Die wij niet in de hand hebben. En dan kun jij zeggen? Ja, maar ik maak me serieus Sorgie. Uh, waar waren we ook alweer? Mijn tante Irene. Dat is een schat van de mensen. Eh, ontzettend veel aan te danken. Zij was degene die gaf mij reageerbuizen en erlenmeijers. Allemaal laboratoriummeuk. Het enige wat ik hoefde te doen was aan haar vragen. Ik, wil, ik heb een dit nodig en een zus had ik zo'n boek, hè. Nee, ik moet dit, ik moet dat. Dus het is dus, allemaal glaswerk. En dan, ik, dan koos mijn tante wel wat uit. Dan zei ze, oh ja, maar dat heb ik wel. Zo. Ja, ongeveer. Ja? En dan kon ik zo'n standaardbestelling. Be reageerbuizen. Dat was echt geen enkel probleem. En dan keurig verpakt. Hoor. En ik denk niet dat dat jatwerk was. Mijn tante Irene is zo iemand die dat in goed overleg doet. Ja, het was handel van niks. Een reageerbuis, wat kost dat nou? Ja, toch? Ja, en die tante dan. En de afgelopen. Het is nog een paar dagen geleden. had ik aan de telefoon. en dan zei ze. Ja, en ik kan me zo boos maken over mensen met mondkapjes. Toen dacht ik: hé. Hey. Ja, niet dat je je boos moet maken, maar. Ik dacht: oh. Je hebt in de gaten dat die mensen een beetje raar doen. En ik zei helemaal niks. Want zij was aan het woord. Ja, zei ze. Want als je je houdt aan die anderhalve meter... dan is dat goed genoeg. Man. En dan zeg ik niks, aan. Uh, ik hou me daar niet meer mee bezig. Dat hele corona-gebeuren, dat is zelfs voor iemand zoals ik. En ik ben universitair plus geschoold. Ik heb eerst Beta gedaan, dus uh, natuurkunde, scheikende, wiskunde, biologie. Natuurkunde, scheikende, wiskunde, biologie. Ja, dat was het. Natuurlijk in de scheikunde, wiskunde, biologie. En ja. nou, dan binnen biologie, plantkunde en dierkunde. En binnen uh, scheikunde was het uh, anorganische chemie, organische chemie en colloïdchemie. En uh, Heisenberg's equation. Weliswaar hoefde je dat slechts oppervlakkig te kennen. in het kader van de scheikunde. maar je moest er wel van weten. Nou, dat is even shit, man. Meteorologie. dat is rekenen. Hohohoho. Ooi, hoi, hoi, hoi. En de luchtverontreiniging zelf. En daar kan je ook aan rekenen. Ik ben een rekenmonster. En, en ik weet heel veel van biologie. En... En natuurkunde ook? Oh, maar Bertha? Dat is ingewikkelder. Dat is, dat is, nou, ingewikkelder... Ja, het is niet eenvoudig. Ik heb hier de, de syllabi nog in huis. Van het tentamenwerk. Dus waar het tentamenwerk over ging. Moet je een syllabus hebben. En als je die syllabus snapt, dan... Dan ben je er. En daar stonden ook oefenvragen in. Oh ja, syllabus met oefenvragen. <laughs> daar die heb ik. Gegeven. En dan de partij wiskunde. Wauw. Hm. En toen, bij toeval, toen ik veertig was, zat ik in de klas. Van de katholieke universiteit, tussen mensen van 18, 19, 20. En kreeg ik les in logica, metafysica, epistemologie en geschiedenis. Politieke had je ook nog. Politieke filosofie. Dat was een vakje van niks. Dat zei die man ook. Is, dit, is, dit zegt echt niks voor. Jullie hebben een syllabus van 16 pagina's. Nou, en daar kan ik vragen over stellen. En that's it. We zijn eigenlijk klaar met het college. Tenzij jullie nu al vragen hebben. <laughs> een hele geinige vent. En dan leren we metafysica. En dan in ene begrijp je wat Nietzsche bedoelde. Nietje is te grappig voor woorden. Dat is een taalkunstenaar. Maar wel eentje die het volgens de regels doet. En niet zomaar een beetje oude hoeren, à la Hegel. Georg Wilhelm Hegel. Ja, dat leerde ik. Dus ik weet wel iets van ingewikkelde dingen, maar dit corona-gebeuren, dat is zo ingewikkeld. Daar blijf ik met mijn tengels vanaf. Ja. Daar moet je, joh, je moet je met je tengels vanaf blijven. Er is hier iets gaande en laat dat maar gebeuren. Jij kan er namelijk niks aan doen. Want je snapt niet hoe het in elkaar zit. En ik denk dat ik weet hoe het in elkaar zit: het ging om kapitaal. Nou, en om te weten of iets van jou is, dan moet dat vastgelegd zijn. Als je ermee wil handelen. Ja of nee? Als jij, zoals we ooit leefden, jij woonde ergens op een heuvel en je deed je dingetje elke dag, dan was dat automatisch jouw heuvel. En als we dan iemand zagen die jouw heuvel aan het beklimmen was. dan keken we daar spiedend naar. En we vroegen aan elkaar. wat moet die gozer. op weg naar. Uh, de huppeltje Perry op de heuvel. Of Perry bij het dal. of whatever. Wat doe je hier? Dit is het land van Perry. In mijn geval dan. hè. Kan ook Henk denken of zo. Iedereen had zijn eigen stukje. Het staat ook mooi in de Bijbel. dat dus Er was een kwestie van overbevolking op een bepaald moment. En toen hebben twee broers, of een oom en een neef. Eén daarvan was Abram. Dus, uh, voordat hij Abraham werd, heette hij Abram. Dus zei Abram tegen die andere gozer. En er waren, er waren familieleden, die waren één. En die zeiden ja, die gaat niet langer. Dus, jij moet ergens anders gaan wonen. Dan krijg je een diaspora. Dan verspreid je je. Dat is heel normaal. En je hebt ook het feit dat je met het bezit gaat handelen. Dan ga je er iets mee doen, en dat ga je georganiseerd doen. Ja, en dan moeten er handelsbrieven. Zijn. Snap je dit? Ja, als je helemaal niks hebt. Je zegt tegen iemand... Ja, kijk, dat daar, dat is van mij. En ik dacht, nou, als het nou van jou is... Dat je mij even 10.000 doet. Ja, maar hoe moet je weten dat iemand eigenaar is? Dan moet je een document hebben. En heel grappig, een document is per definitie tweedimensioneel. Het is dus buitenwerelds. Want de wereld is driedimensioneel. Tenminste, tot op dit moment dat ik het zeg. Je kan altijd twijfelen eraan en denken, nou, er is een vierde dimensie. En dat noem ik een vorm van geestesziekte. Van depressiviteit. Dan heb je last van overbelaste. Een overbelast lichaam. Een lichaam dat niet goed denkt. Dan ben je ziek in de kop, zeggen we dan. Dat betekent niet dat we je gaan afslachten. Het probleem is. Uh, ja, wie moet er wat aan doen? Wij? Maar hoe dan? He? En je kan er wel eentje dan. Uh, ja. Het punt is als je dat gaat proberen. om die mensen uh, zeg maar, gezond te laten denken. De, de kans van slagen is niet 100% dat het je überhaupt lukt. Die is niet 100%. Je kan ruzie krijgen. En meestal krijg je ruzie na de eerste vraag. Huh, is, uh, dat soort vragen stel je niet. We zijn hier wel op een verjaardag of zoiets. En ik weet nog een keer dat ik bij een lunch zat, en er waren allemaal. Of allemaal. Zo zeg je dan. Ja, dat is zo'n zo woord. Gewauwelgebruik. Allemaal. Ja. Dat is, daarmee bedoel je in feite een groep. Als je zegt allemaal. Dat, dat heeft, er zaten allemaal christenen. En mensen die pretenderen dat ze er ook mee bezig waren. En er zaten allemaal christenen. Een sterke strak in de bibel. <laughs> en toen begon ik over die uh, conspiratie-series. En dan alleen vanuit het nieuws. Echoen noem ik dat, papegaaien. Het was op een zondag. Het was bij mijn zwager. En hij is een eikel. Hij is een slapjanus, hij is een bankpoepert. En ik niet. Maar ja, dat maakt allemaal niet zo uit. Want er waren allemaal christenen. Dus ik begin daarover. En dan jouwer, ja een van die tantes. die ik helemaal nooit eerder gezien had. die zei nou. Dan zeg je ze wat. Weet je wat ik zag in Den Haag? Daar is een winkelcentrum met heel veel bombari geopend. En dat heet Babylon. Ja, nou, en jij hebt ook dat soort dingen gezien. Ja, nou, wij dus ook. En toen zei er iemand, wie wil er nog thee? En toen was het, oh, er zei ook iemand van, nou, we weten het nu wel. Ja. Laten we maar wij gezellig gaan doen en dan, uh, en dan gaat het er allemaal goed. Een christen maakt zich niet bijzonder veel zorgen over die idioterie van handel in documenten. Want dat zijn buitenwereldse dingen. Die behoren niet toe aan de wereld. En ja, er komt een wereldwijd handelsysteem. Dat komt. Dat kan niet anders. Dat zou, dat, als, als dat niet de bedoeling is. Dan, dan mag God me per nu ontslaan. Dan ben ik zijn allerslechtste medewerker geweest. Want ik geloof daar heilig in. Ik geloof heilig in een mondiaal geboorteregister. Ik ben er een pertinent, vervent tegenstander van iedere objectie... daartegen. Ik haat die lui... die dat fenomeen... wat was het? De, de wet op de persoonsregistratie. Ja, die mensen haat ik. Wat je wil is dat als er een mens wordt geboren... dat... dat nou, met een vertraging van... Ja, dan moet je een lag time, heet dat. En dan moet je rekening houden met gebieden waar de, ja, die dun bevolkt zijn. Als er daar eentje geboren wordt, ja, er staat ook niet gelijk zo'n computer, bliep, bloep, bloep. Wordt er iemand geboren in New York? Dan is dat, pus, Onmiddellijke registratie van elke geboorte. Je mag niet zomaar een kind baren. En ook ben ik ervoor dat, in feite, als een vrouw ontdekt dat ze zwanger is, dat dat geregistreerd wordt. Dat vind ik. Dus als, het, als je wilt dat we rekening met je houden, omdat je ontdekt hebt dat je zwanger bent. En jij wil dat we rekening houden met jou. Registreer jij je zwangerschap. En anders niet. Want dan was je toch helemaal niet zwanger. Nou dan. Die wetgeving wil ik. Alles wordt geregistreerd. Elke geboorte van elk mens. En. Wij willen weten de locatie. En daar gaan we niet mal over doen. Dat is diezelfde locatie, die uh, methode als gebruikt wordt in uh, Breaking Bad. Toen al die poen verborgen moest worden in zo'n zo chemieton. Ergens in de desert. Nou, die techniek dus. Die gebruiken we bij de registratie van de geboorte. En het moet ook zo zijn dat als je dat niet weet, en dat als je een postcode invoert en een huisnummer, dat we dan ook weten waar het kind geboren is. Het hoeft niet per se, hoor. is het in de voorkamer geboren of in de achterkamer geboren. Maar in principe is het een GPS-locatie. Op zoveel decimalen nauwkeurig. Iedere mens. En het tijdstip eveneens, graag in UTC. Dus universal, universal Time Code. En wij zitten daar een uur voor, dacht ik. Maar dat is allemaal al lang opgelost. In het hele juningsgebeuren is de tijdzone geen enkel probleem meer. Alles in UTC, AUB. Universal Timecode. Ja, en wat willen we nog meer weten van zo'n nieuweling? Wij willen een naam. Slash omschrijving. Dus je mag je inzetten wat je wil. In UTF 8. Waarom niet? Nou, dan zijn we klaar. Met dat eerste stukje. En dan krijg je hopelijk dat er mensen zijn en die zeggen nou ik ben de moeder. Ja. ja, en dan moet dat ook vastgelegd worden. En van die moeder, dat is ook ooit een kind geweest. En die moet dan alsnog geregistreerd worden. Dan zijn we veel te laat, maar, maar beter laat dan nooit. En dan wordt die moeder ook geregistreerd. En waar ben je geboren en hoe laat was dat? Wanneer? Welke datum? En wat was je naam toen of nu? Dat heb je nodig. Mondiaal. En dat kan met de hedendaagse techniek. Dat weet ik. En dat gebeurt helemaal niet. Want iedereen daarboven houdt zich bezig, aangedreven door die... Ja, het moet er toch een keer uit, door die geile wijven. En al die mannen zijn bezig met het bouwen van idioterie. Het moet een beetje handig te klikken zijn. En ik, ik snap het ook helemaal niet. In die Ik bedoel, dat wijvige zaak. Ik haat computers, hoor. Ze brengen heel veel leed aan toe. Er gaan hele relaties van kapot. Gewoon door die kutcomputers. Die het niet doen. Nee. En de reden dat die kutcomputers het niet doen... komt omdat wij geen mondiaal geboorteregister hebben... Want als je dat niet hebt, wat krijg je dan? Want je hebt altijd een geboorteregister. Maar als je niet een mondiaal geboorteregister hebt, dan krijg je er dus hoeveel, zei u. Hoeveel geboorteregister. Nee, ik hoorde u niet goed. Kijk, als je niet één mondiaal. Nog een keer de vraag stellen, AUB. Kijk, als je niet één mondiaal geboorteregister hebt. en je hebt toch een geboorteregister nodig, altijd voor een samenleving. Hoeveel geboorteregister. Nou, ja, u komt nu duidelijker door. Oh, er is een schatting: 13. Oh, 13 soorten geboort. Oh, 13 soorten geboort. A. Ah. 13 categorieën van geboorteregisters. Ah, en bij en, 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 uh, hoeveel soorten? Snap je? Dat is toch belachelijk? Kijk, als er een nationaal. Nee, mondiaal. <laughs> Sorry. Maar, en ook nationaal en regionaal. Dat, dat zijn. Uh, als je dat gaat verfijnen, dan krijg je regio-dingen, regio-toepassingen. Voor mij, part dat een moeder zegt van... Well, uh, nou, uh, het feit dat ik de moeder ben, dat uh, hoeft niet iedereen te weten. Ja, dan komt het niet in het publieke register, dat onderdeel. Maar wel nationaal of regionaal of... Uh, dat moeten mensen zelf weten. De eerste drie die zijn het belangrijkste. Het is de locatie, het tijdstip en de naam. In UTF 8. En dat is een lerp tekst, zolang je wil. Dat mag niet. Uit. We hebben een naam nodig. En die moet geënteld worden bij een ambtenaar. Dus iemand die, ja, die die, die, die heeft een diploma nodig. Die moet gecontroleerd worden. Dat die IQ-gehalte moet gecheckt worden en dat soort dingen. Het moet een verstandig iemand zijn die niet loopt te spelen. Want als je een entry doet ergens in uh, Marokko, ja, yeah, het staat wel in het mondiale register. Zijkneus. Dus als daar een foutje in zit, dat vinden wij niet leuk. En een ander bijkomstig effect is dat je, behalve het, als je het geboorteregister hebt, dan, dan springt je gelijk al de gedachten te binnen. Want hoe moet het dan met uh, het sterfteregister? Is dat ook nodig? Het antwoord is ja. Want iemand die overleden is, die herdenken we nog, maar die is er niet meer. Maar zijn familie wel, dat geboorteregister, dat is niet een geintje. Nee, wij willen weten hoeveel mensen er in leven zijn. Van seconde tot seconde. En we wachten nog op de gegevens uit Marokko. Want dan zijn ze weer eens te lui geweest. Of er is een bom gevallen. Dat, dat kan natuurlijk ook. Of die Turken waren een keer te lui. Ja, ik kan altijd wel een keer een hiccup hebben. Je kan aan van alles liggen. Niet door een keer dat we elkaar de schuld gaan lopen geven. Dat kan ook een keer misgaan in Oost-Groningen, hoor. En dan druppelen er nog gegevens binnen achteraf. Dat kan. Maar na een paar dagen moet het uh, natuurlijk helemaal kloppen. Want anders klopt er iets niet. Dus eigenlijk, als je geboren wordt. Uh, de in hele dunbevolkte gebieden zou dat misschien een week mogen duren. Dan is er niks aan de hand, maar in een stad moet dat gelijk zijn. Dus dan heb je tevens nodig de, ja, of er een afwijkende tijd van registratie is. Dus bij de geboorte moet dan iemand zijn met een camera en, en die filmt het of zo. Of, ja, je hoeft geen vieze dingen te filmen, maar dat je kan zien dat het dus gebeurd is en er zit een tijdcode in. En dat dat voldoende is voor de aangifte. Snap je? Kijk, okay. er is zo'n mooi credo van zo'n Amerikaanse president. En dat was een opleidingsprogramma. Dus uh, dat kost heel veel geld. Educatie is een heel keurig gereguleerd natuurlijk. Gereguleerde educatie. Want anders klopt het niet hoor. En dat programma dat heette No Child Left Behind. Nou, ja, dat vind ik dus ook. Dus elke geboorte. Tijdstip, locatie, naam en is er sprake van een afwijkende tijdcode? Dat kan. Ja, dat kan. Iemand heeft, die, die, besluit, die heeft een kind in haar buik en die besluit het kind te laten registreren... Bij ons. Ja, dan moet zij ook geregistreerd worden. Achteraf. Of je baart een kind. In, ja, er is geen registratieding in de buurt. Maar aan de andere kant met G3-5-4 en zo. Dat, weet je, het kan. Internet werkt ook via de, de radiogolven. Wist je dat? Dus het, het is eigenlijk geen enkele probleem. Eigenlijk, nu gebruik ik het woord goed, het is eigenlijk geen enkel probleem. Je kan in je woning, kan jij zo een radiocenter beginnen. Er zijn frequenties vrij. Hè? Of je hebt maar geen grote bereik te hebben, en dan straal je naar de volgende... En de volgende die hoort het nog. Dan heb ik al die data binnen. En die gaat hem muntje, 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 muntje. En die gaat hem vervolgens doorzenden. En welke kant zenden we op? Nou, we zenden van onder naar boven. Dus je hebt een basisstation ergens. Een eindpunt. En dat, dat stuurt die data omhoog. En dat gaat naar een ander station. En dat is een opvangpunt. En dat opvangpunt is tevens ook weer een eindpunt voor het volgende opvangpunt. Zo werkt een piramide. Laten we nou elkaar geen mietje noemen. Dus wat heb je nodig voor een mondiaal geboorteregister? Nou, een hele hoop computers. Ja. Dat lijkt me een dus. Het is niet dat je 1500 meter moet lopen voordat je bij een computer bent waar je je kind kan lopen registreren. Nou, dat kan misschien dan wel, 1500 meter of zo. Maar wel even op, op loopafstand. Ja. ja, zoiets moet je hebben. Dus dan heb je kinderen die worden geboren. en dan moet er op loopafstand een plek zijn. waar je kan zeggen: Ja, ik heb een kind. en ik krijg een foto hier. en ik wil even laten registreren. Ja. Zo'n vader met zijn haar in de war. En wat bloed op zijn toestanden. Snap je? En iedereen die doodgaat, precies hetzelfde. Dus dan gaat iemand dood, ja, dan moet iemand even de moeite nemen om te zeggen: Piet is dood. En wat we, willen we nou weten als iemand dood is gegaan? Dat is ook heel simpel. We willen weten: waar is die dood gegaan? Dat is altijd bij de geboorte. Hè? En op welke plek? En hebben we het over de goede Piet? Weet je? Dus het zou fijn zijn als een mens bij leven zijn geboorteregister aanvult met, met fotootjes. Daar komen ze dadelijk ook nog op. Dat, dat, dat wil ik dan ook. Hè. Je doet je kind registreren en vervolgens krijg je ook een, een gezinsaccount. En dan kan je allemaal fotootjes. En dan kan je zeggen, dat hoeft niet iedereen te zien, maar voor mijn familie. En de computer weet wel wie jouw familie is. Dat hoef je niet je familieleden in te voeren, want dit, we zijn allemaal geregistreerd, snap je? Dus de computer weet wel wie jouw familieleden zijn. dan heb je plotseling wat aan je computer. En daar pleur je nog fotootjes op. Ja, wat kost die opslagruimte tegenwoordig? Echt geen bied, man. Ja, maar kan je dan ook achteraf kan je met die fotootjes allemaal dingen doen en zo? Een keer. Zie je natuurlijk, yogi? He? Je hebt een fotootje geüploadje. En die kan je weer een downloadje doen. Ja, goed weten van uploadje en downloadje. En waar komt het downloadje terecht? Nou, daar natuurlijk. En ja, dan ga je maar doen wat je wil. En er, er komt een grote garbage collector. Dus iedereen die uh, gewoon een ongelofelijk <coughs> nou, dus, uh, zoals dat nummer in B mineur van de Temptations. Hè? Daddy was a Rolling Stone, my son. En dan nog trager en vervelender. All he ever left was alone. Kijk, als je zo'n gozer bent, haal jouw babyfoto's weg. Want, hè, we vonden je niet leuk toen je doodging. En dan willen we niet kijken hoe jij eruit zag toen jij geboren was. Want. En dan worden al je babyfoto's opgeruimd. je? Dat gaat gebeuren. Dus zo dadelijk zijn alleen nog maar de babyfoto's... van de mensen die plus gescoord hebben... en die foto's van die baby's... die blijven behouden natuurlijk. Ja, dat snap je toch ook wel. Al die andere pleuren, zoo, daar knikken we al die dingen van weg... Maar dat jij je zwemdiploma hebt gehaald al op je vijfde jaar, ja, yeah, dat ze blijven bouwen. Snap je? Ja, dat krijgen we dus straks. Oh ja, en als je, sterf, uh, je sterft, de toestand, de tabel, zo'n ding, entiteit. Dat is de correcte term. De entiteit-sterftegeval is dat je refereert aan een geboorteregisterelement. Van die persoon toen geboren, die. Met die babyfoto's en die dus. Die is dood. Ja, dat wordt dan officieel geregistreerd. Dan weten we het over die hebben en wat willen we weten? Nou, dus de tijdstip, De geografie. De locatie. En dan waarom eigenlijk? Ja, is iemand dood, maar dan heb je wel een vraag. Ja, natuurlijk is een mogelijk antwoord altijd. Want we hebben geen flow idee. Dus dat weet ik het niet. Nou. Maar stel, je weet het wel. En wat wil je dan weten aan categorieën? En ik denk vier. Gok ik nu zo even. Uh, de, de eerste categorie is, uh, nou gewoon, uh, hij is dood. Ja. Dus uh, well, de laatste maanden waren uh, zwaar voor mama. En uh, dat had papa ook in de gaten. Uh, we zijn er allemaal bij geweest. En, uh, ja, het, uh, ja, we gaan dus uh, een feestje bouwen. Want hij is dood. En dan gaan we allemaal mooie verhalen vertellen. Want uh, oh, ik heb mezelf ook uh, gevraagd. Ik ben ceremoniemeester. En, uh... ah, dat heet een natuurlijke dood. Nee. Dat is gewoon normaal. Dus iemand is dood. En ja, dat kan ook bij uh, mensen van drie jaar. Dat kan ook. Een natuurlijke dood. Sommige mensen leven heel kort. Uh. Een natuurlijke dood. Ja. Dat zat erin. Jo. Ja. Uh, de klootzak was 87 geworden. En hij wilde maar niet stoppen met roken. Ja. En dan, dat heeft hem genekt hoor. En tot op de laatste dag zat hij nog om zijn sigaar te seuren. Maar hij heeft een hoop poen nagelaten. En nou hebben we vanavond de feest hier. Dan gaan we al zijn sigaren oproken. <laughs> de natuurlijke dood. Het is eenvoudig. Nou, ja, wat kan er meer zijn? Nou, ik denk een ongeluk. Er kan ook van alles zijn. Oh, een ongeluk. Ja. Hij wou het niet, wij wouden het niet. Eh? Dat is een ongeluk. Ah, en dan heb je ook nog ziekte. En de laatste is uh, geweld. Dan heb je het denk ik wel gehad. Dat is een natuur natuurlijke dood. Een ongeluk, ziekte of geweld? Ik ben denk ik niks vergeten. Oh ja, en dus... Uh, ja, we weten het niet. Ja. Hij was dood. Ja. Dit is een foto van het leek. Ja. Het ligt daar en daar. Ja. En we hebben het zo laat gevonden. Ja, we weten het niet. Ja. Maar we weten één ding wel. Hij... Dat weet het enige wat we weten. Hij is dood. Meer weten we niet. Hij is dood. Dat weten we zeker. En waarom? Ja. En van dat soort. Ja, van die categorie, categorie nul. Willen wij wel het een en ander weten? Hoe kan dat nou zomaar? Er gaat niet zomaar iemand dood, dacht ik. Dat is of een natuurlijke dood, of het is een ziekte, of het is een ongeluk. Ja, of het is geweld. Ik vraag het nu ook even aan jou hoor. Dus is er nog een andere categorie dan deze vijf? Het is dus, uh, breinstof voor vanavond. Dan ga je eerst wat kruiswoordraadseltjes maken. Dan een sudoku'tje oplossen. En een beetje lekker zo... Uh, een beetje in vorm komen. En dan ga je er eens even over nadenken. Als je het antwoord weet. En krijg je het wachtwoord. Voor de playlists. De dertien playlists. Die mijn dochter krijgt voor de verjaardag. Ja, als je er een andere nog weet dan. Hè? Je krijgt hem zonder meer als die klaar is. <laughs> en je luistert nog steeds naar mij. Oh ja, en er zit ook jazz in. Nogal wat jazz, by the way. En meer kan ik er niet over zeggen, want het, ja, het is nog haar verjaardag niet. Hè? arbekend. kind. Zo'n vader als ik. Kan zo'n meisje dat wel aan. 13 keer 45 minuten dansmuziek. En er zit ook katholieke muziek tussen. Omdat ik vind dat je dat tegen moet kunnen. En anti-blanke muziek zit er ook tussen. Katholiek anti-blank ook. Die zit er ook tussen. Amen. Ah, en dansen, jongen. En er komt er een heel stuk. Er wordt alleen maar Duits. Ja, dit, dat is heerlijk. Daar kan je de hele avond op dansen. Nou, oh, 45 minuten. Hoe lang kunnen mensen eigenlijk dansen? Ik dacht 45 minuten moet kunnen. Die liedjes, er zitten pauzes in. En ik heb, ja, als je weet waar je even kan stoppen. om even een gulp te nemen of zo. of een hijs. of een blow. en dan dansen met die handel. Dat is mijn punt. Er is je niks om je zorgen over te maken. Ik was verbannen. En ik moest buiten huis, huis gaan werken. Want ik had eerst een kantoor aan huis. Maar dat mocht niet meer van Madame. Want Madame wilde per se een heel klein huis waar ik niet in zou passen. En ik moest maar oprotten. En ze wilde nog niet zo ver gaan als een scheiding. Want uh, ja, onze dochter was nog steeds uh, ja, aandachtvragend. En dan kreeg ik. De mogelijkheid om een kantoortje te betrekken aan de spoorlijn bij de Johan de Witlaan. witlaan waar een paardenhandelaar zijn paarden had staan. En ik zat daar oh, eh, bij een, een man met een beperking. In zijn hoofd. Vooral als hij gaat drinken. Dan wordt hij link. Ik heb zijn nummer nog in mijn mobieltje staan. Want dan weet ik dat hij het is. Die belt. <laughs> en dan neem ik niet op. Die man is net te gek. Anyway, ik zit daar. En toen wilde ik met mijn band gaan repeteren. Oh, en nou, zonder meer was het zo. Het was heel gehoorig. En, en zo kwam het. Het was een heel gehoorig gebouwtje. En dan hoorde ik de radio van: um, ja, ik weet niet wie. En ik wilde naar mijn eigen muziek luisteren. Of ik was zelf muziek aan het maken. Dat deed ik ook. De een gitaarinstallatie. Een eindversterker. En dan lekker knallen met die handel. En toen heb ik mijn band uitgenodigd... om in de woonkamer van die lood, om daar de generale repetitie te houden. Gewoon met z'n allen even op de basetrack. En toen ben ik het de hele portiek naar boven afgelopen. Overal aangebeld. Ja, oh, man. En ik vroeg aan die mensen... Heb je er last van? Zonder meer. En binnenkort gaan we dan vrijdag met z'n allen. En die mensen die zeiden allemaal: Oh nee, oh nee. Nee hoor. Dat is mooie muziek. En daar gaat het om. Bij Auschwitz, zo gaat de mythe, dat daar dagen waren dat. Als je binnenkwam, dat er dan links een orkestje zat. Nou, ja, dat houdt de moeder in. Zeg ik het goed dat het orkestje links zat? Dat moet jij gaan controleren. Ik zeg dat het orkestje links zat. Dus je komt, arbeid mag vrij, dan kwam je binnen en er zat links een orkest. Er is niet opgetekend dat er in Auschwitz, tussen aanhalingstekens, het kan ook Birkenau bierkanaal zijn geweest of uh, nog uh, die Boekenwoud, Boekenwoud. Ja, ze blijven ons maar voor de gek houden. En er is helemaal niks aan de hand. Je moet de politie niet bellen, dat, dat moet je niet doen. Ik heb dat één keer gedaan, by the way. En dat was om hem te pesten. Dat is een leuk verhaal, man. Dat was in de zomer, toen was ik nog was ik net getrouwd. En die buurman van mij is een beetje een rare gozer. En die stond ruzie te maken met zijn vrouw. En die vrouw is een rare trien. En dat ging hard, jongen. En dat ging maar door, hè. En ik zat in de, in de, ja, te genieten van het zonnetje. Hele dag hard gewerkt. En dan afwasje gedaan. een keukentje schoon en zo. En lekker in, ja, een beetje zitten. In de buitenlucht. En mijn wijf, die zat uh, naast me. En wij kregen last van die herrie, punt één. En punt 2, op een bepaald moment hoor ik die vrouw zo krijzen. dat ik verschrikt tegen mijn ega zei. Volgens mij loopt zij gevaar nu. Of, of hij. Ik denk dat dit uit de hand gaat lopen. Wat denk jij? En toen zei mijn ega. Ja, ja, we, we bellen de, ja, laten we de politie bellen. Nou, dan. De... En ik heb heel rustig een melding gemaakt. Goedendag, u spreekt met Perrie Winkel. Ik woon op de Spijkerlaan, 219-1, 6828DD in Arnhem. Ja, daar woon ik, ja. De buren hebben ruzie. En wij horen hele harde, nare geluiden. En denken dat er mogelijk iemand gewond gaat raken. Oké okay, meneer, dank u voor de melding. En jou, ja, hoor. In no-time, hè? <laughs> en toen was het gelijk helemaal stil. Ik heb nooit aan mijn buurman verteld dat ik die lul was die de politie had gebeld. <laughs> Uh, 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 uh. Ik heb het ook liever niet dat hij dat te weten komt. Alhoewel die het min of meer vergeten zal zijn. En zijn vrouw heeft ook nog borstkanker gekregen. En toen zijn er dus, heeft ze borstamputaties gehad. En dat is allemaal heel erg. Mm. En hun kat was ook nog weggelopen. Dat is ook zo'n verhaal. Die twee. Het gaat, erom, dit gaat het, helemaal, het gaat erom dat ik het zeg uit de blijharten Dat je moet lachen. Dit is allemaal echt gebeurd. Die twee. Ja? Die gingen op vakantie. En de zus van die vrouw. Die kende ik. En dat is een hele mooie vrouw. Zo'n ja, zo perfecte. Ja, mooie ogen en alles. Haar zus is zo'n magertje. Maar zij is een... Een mooie vrouw. En daar heb ik wel eens een praatje mee gemaakt. En, uh, ja. en ik wist dus dat ze de zus was van de buuf. Heel, oh, ben je de zus? Nou, toen kwam zij oppassen, want ze hadden een poes. En zij kwam dan in die woning en zorgde voor die poes. En die poes, dat was een, het heette een marmer. Kleurige. marmerheid heet dat. En daar hadden ze een lekker grote uh, ding van. Ja. En die poes die had de kuier laten genomen. Dat is niet zo vreemd. Want wij hadden ook een poes. die er al snel tot de ontdekking kwam. kwam dat die tuinhekken: dat je er ook prima tegenop kan lopen. We hadden zo'n uh, Matrix-poes. Die heette tatoos Die liep recht tegen de muur op. Dat was angstaanjagend. En dan stond hij boven op het schuurdakje. En dan was hij pleiten. En die at s'avonds mee uit beleefdheid, voor de gezelligheid. Maar die vrat buiten, man. Ja, dat is een poes. Dus uh, ja, die, ja, zo een poes. Hein? En die poes die had de kuil laten genomen. Wij hadden een poes en dat was een binnenkat. Nou, dat is ook niet echt. Het is een, een Devonshire Rex. Of Rex. Het is een mutant. Het is een kat zonder bovenhaar. En een, een mager scharminkel. Even kijken wat dit weer is Hallo. Oh nee, dat is van. Dat is budgetmaatschappij. Energieadvies. <laughs> Ik werd gisteren gebeld door de vattenval. Dat is ook zo belachelijk. Belt zo'n vattenval mevrouw mij. En die zegt van ja, nee, ik kom even praten over het aanpassen van uw maandbedrag. Ik zeg wat goed ik je belt. Wat tof. Ik wil van uh, zoveel wat naar zoveel wat. Wat gaat mij dat kosten? En toen zei ze meneer, als we niet serieus gaan doen, dan stuur ik u wel een e-mail. Dan kunnen we dit gesprek verder uh, beëindigen. Ik zeg nee, 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 nee. Ik wil graag de prijs weten. Nou, ik heb met haar onderhandeld. We gaan naar. Wat zei ik nou? 40 euro. Dat is verstandig, denk ik. Ah. En dan wordt een meisje boos. Dat gaat er weer. Nou, toen begreep ze het wel hoor. Het leidt je zo af. Maar <laughs> terug naar Poekie en die maffe buurman van mij. Het is. <laughs> Het is echt om je te bescheuren. Op een dag waren wij onze Devonshire Rex kwijt. En you believe me, that, ja, dat beest kan niet tegen de muur oplopen. Die kan geen eigen dingen, dat zou die willen. Die legt dat af tegen al die andere katten. een huiskat. Als hij je ziet... ...dan wil hij gelijk op schoot... ...en meer niet. Oh, 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 oh. En die waren we kwijt. En briefjes opgehangen... ...en gezocht. En toen uiteindelijk... ...werden werd bij ons... ...oh, nee, de... ...ja, de, wij hadden die briefjes opgehangen... En toen was die zus van die vrouw. Die had het briefje zien hangen. En die dacht: Oh. Oh. Oh, het is Jullie kat. Wat was er nou gebeurd? Hullie kat. Die was van Pleitenstein gegaan. En voor hetzelfde geld had hij te eten gekregen van een oud vrouwtje. Want die hebben we daar ook. Er komt er een kat in haar tuin en denkt ze: oh, het leuke kat, die ga ik broekjes geven, hoor. Ja, en dan zit die kat vervolgens bij haar. Dat hebben we ook meegemaakt. De hele wereld is net een gek. goed, we hadden onze kat teruggekregen, want die had zij dan, die zus van die vrouw. Zij had die kat binnengehouden, alles niks, deuren dicht, dat die kat niet weg kan. Ja, dat was onze kat. En ze had hem gevangen. Dus met opzet, hè? Had hem gelokt en gevangen. Want ze dacht dat het die eigen kat was. En ze dacht dat die kat. Van, van de buren, dus van haar zus. Dat was een hele grote, gemarmerde, lekkere. Ja, zo'n halve tijgerkat. En dat van ons was een magere schaminkel. En ze dacht: oh nee, oh nee. Oh, oh, hij is helemaal ziek geworden. Oh, hij moet hem binnenhouden. Quarantaine. Oh, Hans. Dus toen is die kat van ons naar de dierenarts gebracht. En de dierenarts die heeft er business van gemaakt. A 130 euro. Is er 130 euro gepropt in mijn poekie? Ik denk, nou, mooie boel is dat. Nou, een poekie in mijn armen. Die kon er echt niks aan doen. Die was gevangen. Maar die komt altijd op tijd voor het eten. Want die is namelijk nooit buiten. Alleen als het heel warm weer is. Eventjes en dan wel snel naar binnen. Ja, die heeft geen bovenvacht. En dan dus, snapt zo'n. Nou ja, dat kan je dat mensen ook niet kwalijk nemen. Die dacht echt van: oh, die kat van mijn zus die is helemaal afgevallen. Nou, krijg ik hem op mijn straks, want de ken zus. Oh, gelukkig er is hij. Die. Oh, oh, die boeien. Dierarts bellen. Ja, en er kwam even later. Er was het, ja, het pokkie weer terug. En dan wordt er aangebeld bij ons. Dat is de Beurman. Die zegt, ja, ik wil toch even overleggen. Want uh, dit is de rekening uh, die ik gekregen heb van de dierenarts. Dat is 130 euro. En wat gaan we daarmee doen? Mm. Ja, zei ik tegen mijn buurman. Goed dat je erover begint. Want kijk, die medicijnen waren toxisch. En je hebt mijn kat vergiftigd. En. Jouw, wat denk jij dat ik moet gaan betalen aan de dieraars. om te laten controleren of deze toediening door jou betaald. hoeveel schade die mij heeft opgeleverd? Ik denk. 65 euro. Dus ik denk dat ik nog 65 euro van jou krijg. voor het vergiftigen van mijn kat. En dat jij er niks aan kon doen. Hè? Dat het de zus was van die vrouw. die jij zo half hebt lopen wurgen. en ik heb toen de politie gebeld. en dat weet je niet, dat maakt mij niet uit. Maar ik wil graag met jou praten over een schadevergoeding. Want je mag niet zomaar de kat van je buurman laten vergiftigen. Ik krijg mijn gelijk. En dat krijg je toch. Die buurman die trok helemaal wit weg. Wat een zakhooi is dat, zeg. Hij heeft ook nog een keer... Mijn kind en die moeder, dat was na de scheiding, heeft hij helemaal de stuiper op het lijf gejaagd. Door als een wilde te gaan rammen met zijn sleutel. Want hij wilde naar binnen, en dat moet afgelopen zijn. En ik wilde naar binnen, en ik wilde naar binnen. En dat stond op Facebook. Het heeft mijn vrouw allemaal opgeschreven. Hij stond bij ons aan de voordeur. En hij wilde hij naar binnen. En toen heeft hij later gezegd tegen haar: van ja, kijk. Mijn glucosegehalte is af en toe te laag. En, en dan gaan er rare dingetjes gebeurtjes in mijn hersentjes. En ik denk dan. Jij weet niet, homo. dat ik destijds de politie heb gebeld. Snap je? Er is helemaal niks aan de hand. Je moet je helemaal geen zorgen maken. En die mafketelerijen van die jojo's. Nou, weer, LGBTQ plus negers. Dat heb je dus, hè. Niet alleen neger. Er zijn ook nog LGBTQ. Plus. En ze doen wel eens drugs. Ik heb ook zo'n gozer. Dat is een buitenlander. Die komt uit Libië. Eh, het is een, een leuke vent. Ik mag hem wel. En hij komt wel eens langs om te schaken. Ja. En dat vind ik elke keer weer lachen. Ik kan bij hem helemaal mezelf zijn. Ik was met hem in Café de Wacht. Toen je nog, nog roken mocht en alles. Zo, zo, bing, bing. En uh, een druk altijd, man. Ah, was het. Uh, ja, net als het leuk wordt, begint het ontzettend druk te worden. Ik ben er wel eens weggegaan in Café de wacht. Dat ik dacht van, oh nee, dit gaan we niet doen. Hey, sorry hoor, ik ben hier op een vrije avond, snap je? Gadverdamme, wat een kleine kutend. Ja, er is niks aan de hand, snap je? Het is me echt gebeurd. Anyway, ik zat er een keer met, uh, hij, heeft, hij heeft een mooie naam, hij, hij heet Gilead. Dat is, zo kennen wij die naam, Gilead. En dan Arabisch. Van rechts naar links. Zo Mohammedaans als de pesten. In die zin, het breidt zich maar uit. En, en laat het maar gaan. Want, yeah. Hij vertelt mooie verhalen over het gedrag van Mohammedaanse vrouwen. Hij is wel een leuke gozer. En dan dus zat ik met hem in café de wacht. En dan zei ik iets. En toen zei hij met luide stem. En ik parafraseer. Kijk naar deze stommelingen. Die hebben niet in de gaten. dat jij een profeet bent. Wat erger ik mij aan die gasten hier. Ik, ik zeg: Giliad, Giliad. Is on, is om. Moet je nog wat drinken, homo? Nee, dat zeg ik niet tegen Gilly. Gilly heeft hem ook van alles verteld over zijn. hoe het allemaal ging en. Oh, 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 oh. Die heeft zitten huilen met mij uit de bank. Ja, je kan lopen zeiken hè? dat al die, die wijven die het gaan doen met die kerels uit Afrika, dat die in de regel niet uh, een huisje, boomtje, beestje hebben. Hè? Je hebt niet echt een erfenis als je dat met iemand gaat doen uit Afrika. Dat heb je meer. Uh, It was een soort of September. The day I always remember. That was the day. Your daddy died. That was de Rolling Stone, my son. Ja, nou, dan krijg je dat. Maar andersom hebben die mannen het hier ook niet makkelijk, hoor. Nee, Gilead, die zat te huilen, maar mij uit de bank. Hoor. Ik kan het niet meer tegen. Het is zo oneerlijk. En hij heeft nou als strategie gekozen. Dat, want ik zit in hetzelfde schuitje als hij. En hij heeft als strategie gekozen dat hij eerlijk heeft opgebiecht. Dat is echt te beschuren. Dat hij heeft eerlijk vertelt aan de gemeente. Van ja, ik, ik doe te veel aan drugs. Ja. En dat heb ik goed onder controle. Ik doe dit niet meer, ik doe dat niet meer. En daar hou ik me aan en daar hou ik me aan. En ik wil wel psychotherapie. Ik merk ook dat ja, ik, ik doe dus echt minder drugs. En dat komt, de, de druk van de maatschappij is, is groter. En ik en hem van. Uh, en? Oh, ze heeft nog steeds geen werk. <laughs> hij heeft een psychotherapeut gekregen. En toen heeft hij gezegd: Oh, nee, maar, nee, maar zo iemand niet natuurlijk. <laughs> en ik geef hem geen ongelijk. <laughs> Waarom wel? <laughs> ja, kom op. Ja, hij valt niemand lastig hoor. Bij mij weten dan. Ja. En zijn zoon die marcheert lekker. Dus, ja, wat zal ik me zorgen maken? We moeten maar wachten op de nieuwe generatie hoor. Ja, hallo, ik ben 61, snap je? Je gaat er van mij niet meer verwachten dat ik nog een keer ga beginnen met een heleboel te verbeteren. Dat ik één keertje vond ik wel genoeg geweest. Ja. En dat kan dus helemaal niet. Je kan de hele wereld niet verbeteren. Punt. Er zijn wetenswaardigheden. En die zijn om je te bescheuren. Daar gaat het om. Dit was een mooie. ik. Lekker duidelijk. En nu ga ik me afvragen. wat ik in de titel ga zetten. Tot de volgende.